U zag al in race 1, als je vroeg binnenkomt, je komt op een andere strategie uit. Dat je dan best kan scoren aan het eind van zo'n race. Hier het kampioenschap. Allemaal nog dicht bij elkaar natuurlijk. En er kan verschrikkelijk veel gebeuren. De koppelingen van deze auto's zijn erg gevoelig. En ja, men probeert er natuurlijk, het zijn allemaal nieuwe auto's. Het is een hele nieuwe serie. Ja, lacht erin. Ja, u ziet de lampen knipperen. Het veld kan weg. Alles staat stil. Zien we geen handen omhoog. En toch staan er weer auto's stil. Auto's die niet lekker wegkomen. Daar, er is er weer eentje. Het haasje achterin. Ik dacht die auto van Fiso weer. Zo te zien. En kijk eens voorin. Bruni wordt bijna buitenom gepakt. Aan de binnenkant is meer ruimte. En dan ga je wijd. En dan heb je dus gewoon helemaal niets. Het bekende geharrewar hier bij de eerste bocht, vroeger de Castrol S-Car in Lauda staat achterstevoren. Die is er achterin gereden. Het is Jani die de leiding heeft. Nee, Bruni is daar nog voor. Bruni is weggekomen. En daar is dan Lauda die het rechte spoor probeert te vinden. Bruni met Jani, Piquet Junior, Piccioni en Kovalainen. Dat is zo'n beetje de stand van zaken. Terwijl we daar inzoomen op Matthias Lauda. Die is kwaad. Vooral op zichzelf. Stuur staat er ook scheef onder, zo te zien. Onder die auto. Dus daar is het een en ander. Piccioni, Kovalainen. We hebben Pantano op 6. Rosberg 7. Dan Lapierre. En hier met Rosberg gaan we er langs. Ja, dat is een hele brute actie bij de chicane. Mooie actie van Rosberg. Rosberg met Lapierre en Lopez in conflict. Maar hij voert Melmo dat groepje aan. En ook Kovalainen kreeg het nakijken zo te zien. Kovalainen die heel handig werd gepasseerd. Dan gaan we weer heel laat remmen. De mannen, dit gaat natuurlijk helemaal niet goed. Wat een foute actie zich daarvan. Was dat nou Lapierre die dat deed? Scott Sharp die naar voren kwam, die reed op positie 11. Kijk eens wat een schade. Ik denk dat dit voor de wedstrijdleiding een code rood gaat opleveren. Inderdaad, Prema die daarbij zat. En iemand die zijn hand voelt. En daar is de auto van Piccioni die in de stijgers hangt. Matthias Lauda komt meteen maar binnen. Ja, een hele consternatie hier aan het begin van deze race. Met in het voorste veld nog steeds Bruni, Jani, Piquet, Junior en Piccioni. Eigenlijk afscheid kon nemen. Daar krijgt Kovalainen een harde tik met Prema. En dan rijdt Prema de nummer 10, dus die witte auto de vleugel eraf. Dat was een harde klapper. Woest sturen van deze lopers, de groen-witte auto die dat allemaal veroorzaakt. En de bruut inhakt. 22, de auto van Kovalainen. En die krijgt natuurlijk een forse tik op het wiel. Dit is de 23 van zijn teammaatje. Nicolas Lapierre. Nicolas. En hoofdschuddend zien we hem daar staan. Er staat er weer een auto achter tevoren. Er is weer een onderrondje geweest. Uit de race is. Die, zijn stuur stond helemaal scheef onder de auto. Weghalen deze auto. Piquet Junior op positie 3. Vierde is Piccioni, dan Rosberg. Het hoofd en dat spreekt boekdelen. Fiso is binnen, ook een man die al het nodig heeft meegemaakt, krijgt een nieuwe neus en twee nieuwe voorbanden. En dat heeft hij aan deze acties te danken bij de chicane rechtdoor gegaan. Bruni, Jani, Piquet en Piccioni, dat zijn de leiders op dit moment. En alweer een auto door het grind.
Daar hebben we hem weer. Sluit de boel op, schuift linksaf het grind in. Petty zit in een hele lage 1.46. Er is zo'n beetje de snelste auto hier op de baan. Mag ik u wat hete remmen laten zien? En blussen die handel. Wielenwagen tot hulpmiddel gebruikt. En daar hebben ze een hele dure mooie spelcomputer aan vastgehangen. En daarmee kunnen circuits worden nagebootst. Dat weten we allemaal. En daar hebben ze gewoon die vent een aantal uren ingezet. En dat nog eens vergeleken met onboard cameramateriaal. Nou, dit is wel een heel niets probleem. Jani die wordt zenuwachtig. Daar is Rosberg weer. En dan valt Brunny stil. Ai, ai, ai. En dan is Neil Jani de nieuwe leider. Ik zeg nog net, ja, technisch kan er wat gebeuren. Nou, u ziet het gebeuren. Het is over het feest. Totale verandering weer van de stand van zaken. En Neil Jani, de Zwitser, gaat heel laat in de ankers. Daar wordt toch wel wat opgewonden van die dreigende Piquet erachter. Ik vind die Piquet goed, hoor. Wat een strijdvaardig baasje. Die gaat er echt verschrikkelijk voor. Deed hij in Monaco al en nu vandaag weer de smaakmaker van de race. Dan komt hij daar aan de binnenkant. Je ziet hem glijden door het gejuich van de tribune. Ze komen hier vijf man aan elkaar als aan een touw gebonden langs. Acht ronden te gaan. Iedereen op de bank inmiddels. Nou, banken. Ze kijken wat rijkhalsender. Wat Piquet probeert die buitenom. En dan is Piccioni die heel hard rept. Die met aantikt. En dan rechts moet het Rosberg zijn die een plaatsje wint. Ja. Mooie acties. Bigring. Het gaat hier om een eerste positie. Leider Brunny dus uitgevallen. En het is hier een aanval van Rosberg op Piquet. Rosberg buitenom. Wie remt het laatst? Piquet houdt hem dicht en dan kan Piccioni daar naar binnen. Ja, dat is een actie. Daar is Rosberg gezien. Want die komt heel wijd uit en raakt daar bijna Piccioni. Zo niet, raakt hem wel. Ooit ga ik er lekker vandoor. Dan spaar ik mijn karretje en mijn banden. Brunny is eruit. En dan hebben we Carroll. Zoals verwacht gaat hij aan de bak. Maar laat onze vriend Pantano dat gewoon maar toe. Twee auto's die gaan knokken. Pantano die zich nog kranig veert in de nummer 7. En Artam komt hij erbij. Een 1.43er zelfs voor Scott Speed. Scott Speed nog steeds niet in dat groepje. En dan is Piquet die hem ertussen zet. Dat kan toch niet goed gaan? Je vraagt je af hoe het mogelijk is wat we hier zien. Ik ga pitlane wil hij bijna nemen. En dan komt Rosberg eromheen. Rosberg buitenom. En dan gaat Piquet dwars. Verliest tractie. Daar gaat Piccioni eromheen. Even die pk's kwijt, even glijden. En Piquet is gezien, duikelt terug naar P4. En dan nog terugvechten. Oh, kijk, weer naar die andere bocht eigenlijk. Naar die bocht die al zoveel mensen... Slipstreamen en dan buitenom. Dat kan toch niet mogelijk zijn... Ja, en dit is een actie waar de wedstrijdleiding niet blij van zou zijn. Rosberg die daar Neil Jani passeert. En dan kan Rosberg een meter nu maar weer voorbij laten. En dat weten die andere man, hè? Die Piccioni bijvoorbeeld. Dat is een doekje voor het bloeden, zeg maar. Rosberg deed daar iets wat eigenlijk niet mag, de boel afsnijden. En als gentleman, nou dat is hij natuurlijk niet, het is gewoon een heel fanatiek joch. Laat je dan je tegenstander weer even terugkomen. Maar die andere gasten zien dat ook en profiteren. Piccioni die gaat gewoon naar de leiding hoor. Die pakt gewoon die Jani in. Ik vind het geweldig. En dan Jani, ik vind dit geweldig. En met mij natuurlijk te vele duizenden racefans hier op de baan. Piccioni profiteert. Jani en... aan de binnenkant weer Piquet. Kijk, die gaat weer Rosberg voorbij. En die tikt hem eraf. Die tikt Rosberg aan. Goed, en dan is Jani weg.
Piccioni die zat niet in het gevecht, zit een 1,47 neer. En dan Scott Speed, die ondanks dat hij de snelste was op de baan, daar achter de coulissen wordt geduwd. We zagen hem nog even in beeld. Piccioni die is dus, heeft de blik op oneindig en is verschrikkelijk aan het knallen voorin. Een 1,45er zet die Italiaan neer. Deze man kijkt in de spiegel en plaatsstoot hij aan de binnenkant van Adam Carroll. En die is nu tweede, die is gewoon Jani voorbij. Hartstikke idee. En dan Piquet bovenin met die blauwe auto. En dan Jani volledig op het foute spoor. Krijgen we weer die chicane. Jani geeft wel ruimte, doet hij sportief. Netjes stuurwerk en Piquet is drie. Dan Rosberg. En Jani, inderdaad, ging hij toch die pitlane in. Jani uit de race. Band aan flarden, kijk eens. Hele brokken eraf, een groot gat erin. En hij geeft ook op. Daar is de winnaar, Piccioni. Gevolgd door. Een goede wedstrijd rijdend. Adam Carroll, Piquet Junior en dan Rosberg. Gevolgd door Pantano en Hernandez. Met een snelheid die toch lager lag dan de race gisteren. Maar goed. Dan hebben we nog even Scott Speed die daar spint. Dat was natuurlijk dit hairy moment. Scott die later werd weggehaald door de marshals. Highlights van de race. Nou, die waren er genoeg. Miljani. Deze acties tussen Piquet en Rosberg in de witte auto. Met Pantano die er langs gaat en Adam Carroll. Mooie momenten dus. En we hebben dus fantastische autosport gezien. Miljani die gevocht heeft als een Zwitserse bergleeuw. Kijk naar het gezicht van Keke Rosberg. Nou, ik vind dat hij best tevreden kan zijn. Zijn zoon heeft goede dingen laten zien vandaag en heeft er echt alles aan gedaan. Rosberg eindigt op 7,7 seconden achter de winnaar Piccioni. Uitvallers dus, vooral Kovalainen. Belangrijk voor de punten. Hij is de leider in het kampioenschap. We gaan direct die puntenstand zien. Daar stond Piccioni natuurlijk wat terug. En die stond ergens op een tiende positie. Dus die klimt wat op. En daar hebben ze nog mazzel mee hoor. Die Bruni die, en Scott Speed die dus voorin zit in het kampioenschap. Die er niet aan te pas komt. Adam Carroll, dat is de man die echt profiteert vandaag. Ik wil wel eens even kijken als de punten direct zijn opgeteld waar hij staat. En ik denk dat hij goed voorin is gekomen. Vooral door het wegvallen van Kovalainen in deze race. Piquet Junior kan stijgen. En natuurlijk... Even kijken waar stond onze vriend Rosberg op een vijfde positie in het kampioenschap. Ja, dat brengt de spanning helemaal terug in die kopgroep. Kovalainen die inlevert en de anderen die scoren. Johnny is eruit. En die kan feest gaan vieren. Kijk even, we hebben het kampioenschap. Kovalainen blijft leider. Maar Carroll die klimt op. Met 28 punten nu. En Speed die zo'n beetje voorin blijft hangen. Naar een tweede plaats zit. Bruni die terugvalt. Kijk, daar zien we Piccioni op een 11e plaats. Ruby Blesch neemt hem maar mee naar het podium waar straks natuurlijk de Formule 1-helden zullen staan.